awkward silence, can you see? Hallo, Jojo. Hallo. We zijn weer op jouw wildschuim. Wat? Wat ook een wildschuim zijn. Nee, gewoon niet. Maar ja, het is gewoon voor de competitie. Ja, tegen nummer 4. En wij gaan gewoon wat meer spelen en ook gewoon soms wedstrijd spelen die we niet filmen. Maar want we staan nu 13e door het sponsoreren. Ja, van jou. Van account nee, gewoon. Ja, sorry. Ik ben helemaal in vorm in FIFA nu, hè? Ja, hoezo? Omdat je het vaker speelt. Ja. Nou, ik ben gewoon ook best wel slecht. Nou, ik speel de laatste tijd wel weer vaker in plaats van Assassin's Creed, Blood of Revelation. En Battlefield 3 natuurlijk. Hey. Maar we spelen nu echt weer met een B-afval. Oh, want hierna, ja, dat komt. Ja, ja, hoogsteek. Ja. Oh, ja. Oh. Oh. Want, morgen gaan we voor de Europa League spelen. Oh, ja. En daarna hebben we een bekerstrijd, ik weet niet welke beker. Een lekker zacht schotje. Maar je weet niet hoeveel bekers je bent. Ja. En Leijers terug, maar die speelt dus nu ook niet, want die is nog licht geblesseerd. Meestal zetten we er dan wel in, maar we dachten vanwege de Europa League. Huh? En ik wilde al bijna zeggen, en we staan nu voor, maar ik schoot dus, gaat die mis. Dat was weer te overbodig, hè? Ja, tuurlijk. Altijd. Bam. Ja, heb ik. En Beef is Wars naar het Turkse club. Oh ja, voor 750.000. En zag toch al heel lang dat er een nieuwe Kuip gaat komen. Ja. Nou, nu gaat het misschien toch niet door, omdat Feyenoord eigenlijk niet genoeg geld heeft. Want ze zijn nu net gewoon van hun schulden af, weet je. Ze mogen waarschijnlijk deze zomer weer mensen kopen. Niet voor heel veel geld. Maar... Voor 10.000 of zo. Ja. Ik denk wel iets meer. Op van Dijk. Die is weer weg daar. Die is toch bij, wat is het, Utrecht ofzo? Ja. Ah, hoe kan dat man? Jij schiet. Ja, dat is waar, maar of nog? Twee megakansen, oké, jij gaat schieten dan. Dan zal ik hem gewoon pauze geven, komt er lang. Komt dat noemen we niet. Nee, dat is een beetje tijdverspilling. Ja, boven! Nee, nu moet ik schieten. Oh ja. Je hebt beneden. Oh ja. Yeah. Hey, ik schoot één keer en ik score. Ja, ik sta nog net in de rechterbovenhoek. Kijk, hoe zie je me? Oh, ik doe hem nog een keer. Je kan daarna nog een keer snappen. Ik schiet één keer en ik score. Ja, ja. Zo kan ik ook misschieten. Ja. Of tegen paal aanlopen. Dat ik Paul eerst. Ik ook, weet je nog. Tegen jou. Ja, maar echt, jij en Paul, als jullie bij mij gaan, allebei voor open goal lopen jullie gewoon zo pop. Tegen Paul. Ja, ik wil erin lopen. Maar... Ja, maar met Paul is nog erger. Hij stond op een gegeven moment gewoon echt 1-1 op de keeper. En ik stond 5-2 voor, dus ik denk, ik geef hem gewoon een goaltje. Dus ik doe select en loop met de keeper helemaal weg, weet je. Loopt hij naast. Naast. Nice. Maar hij moest helemaal lachen, tenminste. Ga voor of zo. Achter. Ja. Oh, binnen. Yes. Ja. Dus, ik kan het niet wissen, maar toch doe ik heel erg mijn best. Doe je best. Dat was ook een aflevering eerst. Doe je best. Plus geeft meer. Dat was slecht, man. Dat was slecht. Dat was lang geleden, jaar geleden. Nee. Vorig jaar? Ja, maar dat is weer een jaar geleden. Oké, meerjaren. Een jaar geleden, dat is 16 januari 2011. Ik denk dat er nog niet eens een jaar game commentaar doen. Oh, ja. Voorzet. Doe nou maar. Omhaal. Dat denk ik wel. Na de zomervakantie. Toch? Ja. Weet zeker. Nou, dit is dus aflevering 53 of zo. Ja. Toch? Ja. Oké. Juist. Dat deden we. Laten we zeggen 6 jaar. Ja. Oh, er zijn nog heel veel mensen op huurbasis weg. Ja, nee. Heel veel mensen op huurbasis weg en zo. Maar die verwisselen. Van Haren. Van Haren, toch? Ja. Maar Maxwell die is naar Paris Saint-Germain. Ja, en Henri is op huurbasis. Die hele oude die bij
Barca nog speelde. 30, dat is niet heel oud. Die heeft vroeger, nou, okay. Die heeft vroeger nog bij Ajax gespeeld. Ja. En dan Ries voor 2 maanden terug bij Arsenal. En hij had gescoord in waarom eigenlijk? Twee. Omdat het nu met Arsenal wel weer iets beter gaat, maar ze toch nog beter willen? Nee, omdat de winterstop is. Of dat, nee, omdat de competitie gewoon 2 maanden stil ligt in Amerika. Kobe Bryant, weet je, die speelt dit seizoen dus in Italië. In plaats van bij de Lakers. Oh ja? Ja, omdat er waren allemaal stakingen pas ondergegaan. Zo, er waren allemaal stakingen in de NBA in het begin van het seizoen vanwege loon en zo en scheidsrechters. En daardoor lag de NBA plat. Dus had hij zoiets, ja, ik wil wel in vorm blijven. Ga ik naar Italië en toen verdiende hij ook nog goed. Ja. En ging gisteren zo? Gisteren ging ik Lakers Clippers kijken. Samenvatting. Maar die speelde die wel. Ja, dan is hij inmiddels al terug. Ja. Oh jawel, het was in de winterstop. Wacht, geen voor een halfjaartje maar. Ja, oh shit. En dat op prof. Maar ik ging dus Lakers Clippers kijken en Clippers wonnen. Ja, maar het komt dat bij Lakers zijn nu dus heel veel weg. Die Clippers die hebben eens zo'n goede dunk, man. Ja, 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 weet ik. Die heel erg kan springen. Maar de Clippers zijn niet slechter, maar ze hebben misschien 1 echt ster speler. Die witte dunk, man. Ja, ja. Hij is lang en zo. Ja. En snel. Brentford staat voor. Maar bij de Lakers zijn heel veel mensen gewoon op het moment nog weg. Ja. En de Clippers had zo'n nieuwe gast gekocht, Paul. Die heeft er achter Paul, Chris Paul ofzo. Ja, ja. Die was ook goed, denk ik. Maar die is best wel goed. Je bent sowieso goed als je in de NBA komt. Ja. Ik bedoel, je bent ook best wel goed als je bij Crew Alexandra komt. Ja, dat ben je niet. Je wordt betaald voor een potje voetbal, dat is niet vervelend. Dan ben je niet de slechte speler van FIFA, want nee, die is 33 punten. En sowieso, ik denk dat heel veel mensen die gewoon op straat voetballen en zo slechter zijn dan die speler. Ja, joh. Ja, toppen. Ik denk dat ik slechter ben dan. Wat doe ik? Messi. Shish. Shish, wie is dat? Ja, ik heb nu ook Minecraft gekocht voor lol. Ik ga daar denk ik gewoon zo soms ook random filmpjes van maken op random filmpjes. Random with Saturday! Weet je wat? Saturday. Saturday! Ja, weet je. Ha! Dat spel! Dief! Nee, maar ga ik gewoon een beetje zo'n filmpje maken van. Chill. Usual stuff. Is dat goed geweest? Oh ja. Weet je, gewoon een beetje van simpele handige dingen en zo. En jij kan ook een soort lol, weet ik veel wat. Een match gaan nadoen of. Ga storyline maken van Royal Rumble weer. Weet je? Dat doe maar dan ook met praten. Ja, dat doe ik wel. Ja, maar ik ging eerst gewoon een storyline maken, gewoon een random storyline en toen liep die vast. Ik was net klaar. En dan moet je dan van de Royal Rumble match een highlight reel maken. Waarom? Omdat je anders echt super veel parts moet hebben. Ja, dat ook. Maar dat is niet zo boeiend om een hele Royal Rumble daarbij te vinden. Oké. Okay. Want die mensen komen veel sneller dan in het echt, hè? Ja, ah, nee! Oh! Dat blokfeestje achterin. We hebben 1 goede keeper. Oeh. Hij staat weer op weg. We hebben ineens allemaal op de achtergrond. Al die vlaggen. Al die vlaggen. Hey. Ineens ging echt iedereen het publiek daar van die sjaaltjes omhoog houden. De commentaar staat weer op Engels. Of nou, nog steeds. Oké, dat doen we hierna dus wel echt. Dan gaan we ook even drinken pakken. Ja, wat dan? Oh, what the fuck? Ik wil een schijnschot, okay, maar dat kan daar niet. Dat valt. Je kan wel met vierkantje een kruisje en dan doe je schijnpaas. Nou. Waarom zet ik hem op pauze? Doe niet. Ik denk niet dat je grappig bent. Oké, ben je wel, maar. Ja, dat klopt. En ik wacht nog steeds op nieuwe achtergrond en het plaatje van ons account. Hij is weer bezig. Oh. Weet je, Jonathan is een vriend van mij die maakt van die dingen. Die heeft ook zo'n account, Strikes for C. Die staat volgens mij niet, nee, staat niet in een soort box, maar gaat zo'n heel ding maken. Maar er zijn ook mensen die betalen hem echt daarvoor. En hij zegt, ja, die gaat toch echt voor, dat is gewoon een feit. Dus ik zeg zo, ja, ik wil jou ook best wel betalen. Zegt hij, nee, dat hoeft niet, want jij bent een vriend. Ja, wat wil je nou? Ja, noem je het niet. Nee.
Maar ik koop uiteindelijk wel Monster of zo voor Monster Energy. Ja, geef. Daar zijn verslaafd aan. Dus. Oh, één tweetje. Hier. Ja. Oh, dat was best wel goed eigenlijk. Alleen dat ik. Dat was best wel een mooi één tweetje nog. Nee, want je liep hem uit. Je liep hem uit. Ik wilde hem terugpassen. Ja, Nou, we staan voor. Eindelijk. Ja. Finally! Oh! Mega Monkey Productions! Hands up Productions! Hands returns! Oh! Royal Rumble! Is het nog over 2 weken? De Royal Rumble. Iets minder, want het was gisteren zondag. Gisteren over 2 weken. Ja. Oh yeah! Op 29 januari. WWE presents The Royal Rumble. 30 man toch weer dit jaar? Ja. Wie denk jij dat gaat winnen? Nou, dat wordt ook altijd. Dat is Chris Jericho. Oh ja, denk Chris Jericho of iemand van SmackDown. En dan Orton? Orton of Sheamus. Ja, of misschien Wade Barrett met zo'n stomme Lucky. Ja, Sheamus heeft ook echt zo'n. Zo heet zoiets? Momentum. Ja, hij is niet echt goed. Ja. Of iemand van TNA die terugkomt. Dat kan ook. Ja, van zo'n ja, voor, misschien komt Jeff Hardy of Rob Van Dam, weet je. Of Kurt Angle, hè? Ja. Dat komt misschien ook. Shish. Hoi. Shish heet het, toch? Shish 96. Ja. Hey, de match al voorbij. Ik heb niet eens door, joh. Europa League. Wie is dat? Twee dagen, what the fuck, dit kan toch niet? Nee, maar daarom gingen we met een B al. En dan weer 2 dagen en dan zo weer een beker. Tegen? Weet ik niet. Wie zijn dat? Spartak Moskou, die hebben de Zeeuw. Oh, kom, we gaan de Zeeuw. En Wellington. Waar is de Zeeuw? Dat is nummer 16. Ho. We hebben geen enkele speler die slechter is dan een van ons. Oké. Zoals jullie gaan zien. Morgen gaan we tegen Spartak Moskou. SPA. Uit. Naar Roesje. Naar het land. Valentoski en Nanoski. Nee, Nanoski. Oh, de telefoon. Een telefoongat. Maar. Like. Ja, dat zien we dus morgen. We gaan nu dus de Zeeuw nerveus maken. Nou, bedankt voor het kijken. Morgen is het dus ook met Nederlands commentaar. Oh yeah. Wake up, yeah. Maar bedankt voor het kijken. Doe even groen duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal, volg ons toe, PlayStation Network, PSN. Jullie zien het hier, of niet? Mega Monkey Prod. Oké, maar we kunnen ook gewoon online spelen, weet ik wat. FIFA, Battlefield, Black Ops. Wat dan ook, GTA, Busjes Race, heel leuk. Maar nou, bedankt voor het kijken dus. Hey, later. Nerveus maken. Nee.